Waarom probeer ik nieuwe aardappelrassen te veredelen? Omdat ik het leuk vind en een uitdaging voor me is. Maar er is meer. De komende 50 jaar moeten we meer voedsel produceren als in de afgelopen 500 jaar. Het landbouwareaal neemt af door onder andere stedenbouw en natuur. We willen wereldwijd op meer plaatsen aardappelen laten groeien waar nu geen goede rassen beschikbaar voor zijn. En rassen kweken die beter bestand zijn tegen ziekte. Van de grote voedingsgewassen gaat de aardappel het meest efficiënt om met water. Het is een belangrijk gewas voor de voedselzekerheid van de wereldbevolking en kan op veel manieren gebruikt worden. Een groot deel van het pootgoed wat we in Nederland produceren wordt geëxporteerd. Waarom niet alleen voor eigen markt produceren? We hebben hier een verantwoordelijkheid voor de rest van de wereld. Van ieder hectare pootgoed die we hier telen, wordt doordat men in het buitenland beschikking krijgt over gezond pootgoed, 1 of meerdere jaren nageteeld. Er staat voor ieder hectare pootgoed in Nederland voor 80 hectare gezonde aardappelen in het buitenland. En is dus belangrijk voor de voedselzekerheid. We kunnen hier als landbouw een klein stukje aan bijdragen. Bedankt voor het kijken.